Ik hoop dat het nog lukt. Het is nog licht. Welkom bij nog een lesje. Wat heel vaak gedaan wordt in haakwerk is cirkels haken. Dus dan werk je in rondes. En wat ik je eigenlijk heel kort even wil laten zien is hoe je een cirkel haakt met stokjes. Een cirkel maak je als volgt. Je begint met een schuifknoop. En die schuifknoop die zet je op je haaknaald. Standaard worden cirkels gehaakt in een soort van ring. En die ring die maak je met losse. Eigenlijk is het zo dat voor een cirkel van stokjes wordt eigenlijk altijd een ring gemaakt van 3 losse. Nou, die haak ik hier. 3 losse. En die 3 losse die moet je dan sluiten tot een cirkel. Dan werk je in de onderkant van die 3 losse. Hier zie je de onderkant. Ik heb hier... Oh, even draaien. 1, 2, 3 bultjes, om het zo te zeggen. Dan doe ik hem in de onderste. Zo. En dan sluit ik die cirkel met een halve vaste omslag. Door het bultje, maar ook meteen door de lus op je haaknaald. Nou heb ik een cirkel. Dan ga ik stokjes haken. Dan moet ik eerst mijn keerlossen haken. De regel voor stokjes is natuurlijk 3 keerlossen. 1, 2, 3. Mocht je je afvragen hoe haak ik nou stokjes, dan verwijs ik je even door naar het filmpje over stokjes haken. Daar leg ik ook uit hoe het zit met die keerlossen. We beginnen door met 3 keerlossen. Hij telt als een steek. En de regel voor stokjes is dat je de eerste ronde altijd maakt met 12 stokjes. Dus dat ga ik nu doen. Mijn keerlossen, dat is 1 stokje. Dus ik moet nu nog 11 stokjes haken in mijn ringetje. Hoe doe ik dat? Ik neem mijn haaknaald. Ik stop hem in het midden van die ring. En ik ga daar heel rustig 11 stokjes haken. Zo. 1, 2, dan zie je meteen dat ik een gewoonte heb. Ik heb de gewoonte om meteen het eindje mee te haken. Dan ben ik hem meteen kwijt. Kan ik hem straks afknippen. We zitten nu op 4. 5. 6. Doe het niet te strak, dat haken. Want anders zit je jezelf heel erg in de weg. Krijg je ook alleen maar last van in je spieren. Dus het is wel belangrijk dat je een beetje ontspannen haakt. Maar dat komt ook wel met oefening. Nou. Hoeveel zijn we? 2, 4, 6, 8, 9... 10, 11, klopt dat? Ik telt altijd 3 keer na, omdat ik het nooit zeker weet. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ik heb nu die meegeteld, hè? Ik hoop dat je het door had. 2, 4, 6, 8, 10 en 11. Nou, ik moet nog eentje maken. Dan zit ik op mijn 12 steken. Dan kan ik je ook nu echt laten zien hoe het zit met die halve vast om een ronde te sluiten. Ik heb nu 12 stokjes. Nou is het belangrijk dus dat ik echt mijn eerste steek meetel. Dus dat zijn die keerlossen. En wat ik nu ga doen is ik sluit de ronde met een halve vaste door in de bovenste keerlos, dus derde, een halve vaste te haken. Dus ik haal hem er doorheen. Zo. Omslag. Oh, omslag. Door de steek, maar ook door die op mijn haaknaald. Kan ik 2 dingen doen. Ik kan zeggen, ik wil heel gewoon mijn keerlossen haken en ik keer mijn werk. Of, en dat gebeurt best bij mutsen haken, et cetera. Of bij dingen waar je
een mooie kant en een verkeerde kant hebt, net als bij breien, de goede kant en de verkeerde kant, dan zeg je, nou, ik keer niet. Dan maak ik een keer losse. 2, 3 en dan houd ik hem zo verder vast. Dus dit wordt mijn goede kant. Dan is het zo, als je een cirkel haakt, dan moet je gaan meerderen. Dat betekent dat de cirkel dan rustig aan steeds groter wordt. Als ik nu weer 12 ga haken, dan krijg ik een klein propje, een klein tubetje, omdat die gewoon niet groter kan worden. Nou, de regel bij een stokjescirkel is 12 stokjes in de eerste toer, of de eerste ronde, excuus. En dan in ieder stokje weer 2 stokjes bij ronde nummer 2. Dus dan haak je er uiteindelijk 24. Wat ga ik doen? In die eerste ga ik nu ook nog een tweede stokje haken. Dat is heel erg priegelen. Dus nog steeds in die derde keer lossen. Dat zijn er 2. En dan ga ik weer 2 haken. Zo. Niet mijn eindje mee haken, dat is niet goed. En dan zie je eigenlijk al dat mijn cirkel qua omtrek groter wordt dan mijn eerste cirkel. En dat wil je ook hebben, want die cirkel moet natuurlijk steeds breder worden. Nou. Zo. Er bijna. Hij zet mijn garen in de knoop. Nou, dat gaat niet goed. Ik kan misschien wel meteen een opmerking maken over soort die garen. Die Drops Paris, waar ik nu mee haak, die splijt heel erg. Als je bijvoorbeeld een gemerceriseerd katoen gebruikt, bijvoorbeeld filter crochet nummer 3, filter crochet nummer 3, dan zul je merken dat je daar minder last van hebt, want die is wat strakker om zichzelf gedraaid. Kijk, deze bestaat eigenlijk uit allemaal kleine draadjes zoals je ziet. En ja, ik vind dat aan de ene kant werkt het soms heel erg goed. Maar als zodra je een beetje strak begint te haken, dan blijf ik altijd een beetje hangen op al die losse draadjes. Dus dan heb ik liever een iets meer gemerceriseerd katoentje. Dat haakt gewoon wat lekkerder dan. Maar goed, als je ermee kan leven, het is super mooi garen, dat Drops Paris. En filter nummer 3 is ook gewoon prima. Het is maar net gewoon wat je fijn vindt. Nou, ik heb mijn tweede toer af. Ik heb er nu 24. Ik zal het even natellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. En dan ga ik weer hetzelfde doen als bij mijn eerste ronde. Ik stop mijn haaknaald in de derde keer lossen. 1, 2, 3. Ik had het hier rechts geknipt. 1, 2, 3. Dit is mijn derde. Zo. En dan sluit ik mijn ronde. Nou. Kom. Ja. Eerst door lossen en dan door de lus op mijn haaknaald. En dan ga ik weer die 3 keer lossen maken. Hoe meerder je nou verder? De regel is dat je per ronde, bij stokjes, doe je 12 extra. Dus in de eerste heb ik er 12 gedaan, 24. En in de derde zou ik er 36 moeten maken. Makkelijkste is om te onthouden, in de eerste steek meerder je altijd.
Maar omdat ik er nu 36 moet maken, hoef ik niet in alle steken te meerderen. Dus in de volgende steek meerder ik niet. Ik zal nog even uitleggen. Hier heb ik het 12, 24. En nu krijg ik 12 groepjes van 3. Meerder in de eerste, 1 stokje in de volgende. Meerder in de volgende, 1 stokje daarna. Meerder in de volgende, 1 stokje daarna. Dus ik krijg telkens groepjes van 3 per 12 steken. Dus aan het einde, als ik dit herhaald heb, dus 2 stokjes in de eerste, eentje in de volgende, 2 stokjes in de eerste, eentje in de volgende, kom ik weer bij het einde, sluit ik hem, heb ik er 36. Als ik dan weer 1 toer verder ga, dan heb ik er 36 plus 12 is 48. Wat doe ik dan? 2 stokjes in de eerste, 1 stokje in de volgende, 1 stokje in de volgende. 2 stokjes in deze, 1 stokje in de volgende, 1 stokje in de volgende. Dus ik maak telkens eerst een meerdering. En dan wordt het aantal stokjes waarin er maar eentje doet, wordt dus steeds meer. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik heb ook een patroon voor een standaard cirkel op mijn blog staan. Daar verwijs ik verder naar. En ik hoop dat het nu een beetje in beeld is. Tot de volgende keer!